Hallo kijkers van Groetjes Nieuw Kanaal, welkom bij eindelijk weer een nieuwe aflevering op Groetjes Nieuw Kanaal. Ja, hallo kijkers van Groetjes Nieuw Kanaal, welkom bij dus weer een nieuwe aflevering op Groetjes Nieuw Kanaal. En deze keer is het weer de doortocht van... Oh, ik zit in Optifine, dus ik moet dadelijk eventjes de controls veranderen. Maar het is in ieder geval een hele lange tijd geleden dat ik hem überhaupt heb opgenomen. Het is volgens mij een maand gewoon geleden dat er een laatste upload is geweest. Deze keer is het in de Chunk Minecraft server. Ik zal de link, maar het IP in de beeld zetten denk ik nu. En ook wel in de beschrijving zal het natuurlijk staan. Alleen, ik wil de doortocht ook weer echt... hoe de doortocht ook was gaat doen. Want ik had gezegd op het begin van ja, om de twee weken en andere server. Alleen dat is een beetje, vooral veel Hypixel is er geweest. En ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar daarom wil ik nu weer twee weken na natuurlijk dan op een vier filmpjes van de server doen. Wil ik vanaf nu weer een beetje meer starten. En ik wil natuurlijk ook weer gaan uploaden voor je kanaal. Want het is gewoon erg weinig upload de laatste tijd. Maar zoals jullie zien, ik zit hier in een server dus. Dat spelletje gaan we zo doen, Blood Wars. En dan heb je nog Miner Wars en Haunted en Ironfall en dat en dat en dat en dat. Dan gaan we volgende keer naar kijken en ik eerst even de controls veranderen, ik word er gek van. Hier naartoe, zo. Dan kan ik tenminste weer rennen, dat is ook handig. Maar we gaan gewoon gelijk beginnen. Ja, hallo mensen. Ik ben eindelijk een game joined. Ik kwam er eigenlijk net achter dat het al gelijk deed, want we eigenlijk hadden in de lobby. Ik heb hier een trap die kan je neerzetten. Als dan de vijand eroverheen loopt, dan bij mij is het potion. Dus dan krijgt hij allemaal damage en zo. Krijgt hij allemaal te pakken. Dus hier moeten we even de basis verdedigen. En ik denk dat hier de spawn was, want hier zijn helemaal blokken ermee gebouwd. Ik denk dat dit de basis was. Nou ja, even kijken, want we moeten een beacon of zo. Ik weet ook niet precies wat het nou eigenlijk was. Wat we verdedigen. Even kijken, hoor. Is dat hier beneden waar het gangetje naartoe is? Nee. Waarom loopt het gangetje dan hier? Waarom? Oké. Iemand heeft hier dus een gangetje gemaakt, voor hebben niks. Ik denk dat... Nee, hier ook niet. Is dan... Oh, hier hebben we een gat naar beneden. Even kijken. Ik ken deze map totaal niet. We beginnen al bijna. Waar is dat nou? Waar is dan de beacon? Tent of dat daar? Of de beacon, ik weet niet wat ik moet zeggen. Maar je moet in ieder geval volgens mij iets kapot maken. Ik heb echt geen flauw idee. We gaan waarschijnlijk even blokken neerzetten. Want die moet ik eigenlijk gebruiken. Oké. Zijn er heb ik maar drie pijlen? Oh, lekker. Oké. Moet het dus eigenlijk gewoon aanvallen, moet ik elkaar met het team van elkaar aanvallen en voor de rest heb ik echt geen vrouw dat ik hierbij moet doen. Lekker voorbereid. Ik volg me gewoon de rest. Zullen we het aan doen? Wow, hier is gewoon dus. En ik ga nu gewoon blijkbaar voorop. Oké, door wie werd ik nou geslagen? Nou ja, dat zal wel. Nou ja, we beginnen gelijk weer en niet weer het gat invallen. Dankjewel, Mariel. Oké. Ik ben voor de alle duidelijkheid even rood. Kijk, rood. Je moet ook... Hé, iemand heeft vuurwerk. Oh. Oh, great. Help. What the fuck? Oké, dat ik heb er dus in. Oké, nog één. Oké, move. Loop. Waar blijft iedereen? Nou ja, ik heb in ieder geval ondertussen wel wat meer eten voor die gent. Thank you.
Oké, wat? Is dit een vraag? Nee, misschien wel. Waarom ben je er aan het slopen? Volgens mij zit hier. Ja, oh, dan zo moet. Volgens mij is het zo dat je de, dat blok moet pakken of zo. Dat blok moet pakken en dan terug. Oh ja, dat was het. Capture the flag, zoiets is het. Wauw. Please zeg niet dat hier een vijand zit. Waarom slaan we niet? We zijn gewoon niet aan het vechten. Oké, heel veel geklikt. Toen wat werd ik geslagen? Nou ja, het zal wel. Dus ik ben dus weer heel blij om weer een keer te gaan opnemen. Want het is eigenlijk gewoon. Het kwam er nooit van. Het uploaden van ook niet. Het is gewoon. Het kwam er gewoon niet van. Was het ook heel dat van ja, zou ik dan wel doen. Alleen nou wil ik gewoon echt weer opnemen. Net als vroeger. En dankjewel. Ik ga maar ronde langs, want ik voel dat toch heel wat. Oh ja, dankjewel. Dan hebben we ook nog een power-up. Dankjewel, we hebben dus geen power-up. Het is dus nu gewoon 0-0. En dan moeten we eigenlijk wel zo houden, eigenlijk. Nou, ik vind dat nu dat blauw eigenlijk gewoon beter is. Ja, de tegenstander vind ik beter. Goeie team spirit. Oh, lekker. Verdedig de vlag. Ja, ga jij langs die kant, dan ga ik langs de andere kant. Ja, wat de... What the fuck? Iemand heeft de flag van iemand anders gepakt en dat moet nou juist gebeuren. Ja, kom hier. Hehe, dankjewel. Haha. Jammer joh. Beter richten. Hij moet wel beter gaan leren richten, niet wat dan joh. Oh, hij is wel weg. Ik vind hem moraalvol, ik blijf wel een beetje verdedigen. Ik probeer hier boven langs te komen, want... Ja, hey. Kom maar. Kom maar pijlen. Dankjewel voor de pijlen. Ja, misschien nog maar een keertje. Dankjewel. Nog een pijl. Ja, hun mogen wel komen. Hè? What the fuck, dan weet ik geraakt. Dankjewel. En ik ben erover. Wegwezen, ja, wegwezen, dankjewel. Aha. Wat de? Ga maar in. Overtime, all blocks have been removed. Dat betekent dat... Oh, nee, die meen je niet. Oké. Lekker dan. Oké, ik ga gewoon verdedigen. Laat de rest maar allemaal lekker aanvallen. Want ik weet zeker dat we anders gewoon heel wat verliezen. Niet dat ik nou zo'n goede verdediger ben. Maar... Iedereen gaat gewoon jullie naar voren. Oh, de blue flag. Oké, ik ga hem helpen met de blue flag te veroveren. Tenminste, te helpen dat hij heels aan komt. Heel aan thuis komt. Zullen we het aan houden? Is het gewoon om mij te richten, hè?
Nou, lekker. Ja, what the fuck? Oké. Iedereen van ons team pakt de blauwe vlag. Alleen volgens mij wordt onze zo gepakt. Ik ga ook maar erbij staan. Oké. Ik vertrouw jou niet, jongen. Ja, schiet maar, schiet maar. Kom maar, hier, hier. Kijk. Kijk, hier, goed zo. Schiet nog maar een keertje. Oh, pijl op? Oh nee, toch niet. Ja, goed zo, nog een keer mis. Kan je beter richten? Oh, pijltjes op. Dat is nou jammer. Dankjewel. Hoppa. Oh, game over, win. Ah, het is een gelijk spel. Oké, 9. Ik heb er 9 man gedood. Ha. Ik heb een... Oh. Oh. Zijn ze gewoon nog 0? Oh, ik heb 0 keer de vlag gecaptured. Nou en. Ons vlagje staat er nog. Iedereen heeft gelijk. Goed. We gaan dus nog een potje doen. Ik zie jullie wel weer als het potje begint. Trouwens, hallo mensen, ik was helemaal niet vergeten, we kunnen deze keer wel eventjes ook trap selection doen. De vorige keer hadden we potion, maar we kunnen ook damage, slowness, alarm hebben we niet, doen we gewoon damage. Gewoon dat die damage krijgt, is wel handig. Change kit, ik weet niet. Random, kan je heel snel lopen. Nou, ik blijf gewoon warrior, blijf ik houden. Blue team, random team of rood team? Gewoon random team, en maakt het, blauw team dan. Oh, ja. Waarom zet je het dan op neer als het niet mag kiezen als ik premium heb? Geen premium heb. Nou, dat is ook lekker handig. Nou ja, de game begint als ik jullie zo wel in-game. En let's go. We zijn begonnen, Oké, dat is dus de spawn. En hier moeten we eentje omheen gaan maken. What the fuck is dat joh gaan doen? Dit moet toch worden ingesloten. Dankjewel. Zo. Oké, we moeten ook bruggen maken naar de overkant. Ja, hallo mensen. Sorry, het is nu zwart beeld. Ja. Heel dadelijk nog een stukje van mijn eigen stem wat eigenlijk onder de video had gezeten. Waar ik nog wat uitleg de video afsluit. Het spijt me, maar echt gewoon een stuk of minuut of 5 à 7 is gewoon verdwenen. Gewoon, het was in één keer helemaal zwart. Ja, dat was best wel irritant, dus ik heb nu gewoon de, ja, dat weggehaald eigenlijk gewoon, deels. En ja, daarom ben ik, zeg jullie sorry dat dat zo moest. En dat probeer ik de volgende keer dat te voorkomen. En dan wil ik ook dat ik een heel filmpje heb en niet een half filmpje. Maar ik zeg jullie, kijk nog eventjes het einde van het filmpje. Gaan we het, even afsluiten en nog wat dingen zeggen. Ik heb natuurlijk nu ook weer, dit was ook de eerste video dat met een nieuwe banner. En ik zal eventjes, met een nieuwe banner op mijn kanaal, gemaakt door software tutorials en ook een nieuwe intro, ook gemaakt door software tutorials. Ik wil vooral voor software tutorials heel erg bedanken voor de banner en voor de intro. Maar ik denk dat het is voor vandaag voor het doordat. Ik zei dat ik misschien andere game nog ga doen, maar ik denk dat deze het voor vandaag is. Dat het niet erg lang video is. En dan zal ik gewoon proberen voor 2 video's van de doordacht per week te doen. Dus nou, ga proberen weer minimaal 2 video's per week te doen. Ik zeg jullie bedankt voor het kijken. Laat dus een like achter als jullie dit leuk vonden. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe doordocht. Of een survival of iets anders. Volgens jullie kanaal. Laat.